Wielrennen dan. Hij was in dubio gistermiddag. Juichen voor zijn ploegmaat Sepp van Marken in de finale van Parijs-Roubaix. Of toch voor zijn trainingsmaat en tevens vriend Matthew Heyman. De Australiër uit Laanaken die won gistermiddag een heroïsche editie van, zoals het genoemd wordt, de Hel van het Noorden. Heyman op kop. Heyman op kop. Heyman op kop. Heyman op kop. Bode Heyman. Heyman. Onvoorstelbaar. Matthew Heyman. Precies, Matthew Heyman. Over Heyman, over Bonen, over Van Marken, over Parijs-Roubaix en de Amstel. En ook een stukje over zichzelf is hier Bram Tankink. Bram, het gaat alweer met gezwinde spoed, het loopje naar deze tafel. Want je bent wel nog steeds geblesseerd, toch? Ja, het begint nu een beetje op te schieten, maar afgelopen week was het echt drama, zeg maar. Ja, jouw knie is wat dat betreft nog niet in orde. Je kan nog niet fietsen, hè? Nee. Ik heb vandaag een uurtje geprobeerd, maar dat was... Daar konden mijn dochtertjes nog mee fietsen, denk ik. Ja. Oké, dat belooft wat. Laten we even kijken naar een tweet van gisteren. Dit is hoe jij de koers hebt gevolgd. Was best spannend hier. Balen, Sepp van Marken, gefeliciteerd Matthew Heyman dus. Met je handen in het haar. Het was me wel even een koersje. Ja, het was echt bizar spannend, ja. En ik denk, dat was volgens mij dat ik daar zo stond. Dat was de laatste 2 kilometer voordat ze die baan opreden. Ja. Toen eerst reed Matthew weg en toen... Bonen leek het eigenlijk niet te redden. Ja. Maar vervolgens zie je Sepp nog ergens daartussen rijden. Het was echt ongekend spannend. Voor wie was je nou eigenlijk? Want ja, Matthew is dan een trainingsmaatje van je. Die ken je ook al 20 jaar. Van Marken is natuurlijk jouw ploeggenoot. Dus daar moet je dan eigenlijk voor zijn. Dat was een beetje een dilemmaatje. Ja, nou ja, goed. In eerste instantie was ik natuurlijk... Ja, moet je natuurlijk voor je ploeggenoot zijn. Was ik ook voor Sepp. Maar we zeiden al wel van... Als Sepp niet wint, dan alsjeblieft Matthew. Maar we hadden er helemaal niet heel erg rekening mee gehouden dat Matthew natuurlijk zou kunnen winnen in eerste instantie. En op de Carrefour de Larbre leek ook alsof die weg was. Hè, want ja, Sepp die lag vooruit en die 3 man reden erachter. En daarachter was ergens Matthew. Dus wij dachten echt, die is gelost. En in 1 keer kwam die weer terug. Ja. En hij deed wel echt heel slim, hoor. Maar ja, zo kennen we Matthew ook wel een beetje, hoor. Want hij is 37, maar hij is geen veelwinnaar uiteindelijk. Nee. Ja, hij is echt een hele harde werker. En hij heeft natuurlijk niet een fantastisch eindschot, normaal gesproken. Maar ja, zie je maar weer. Zie je weer dat niks voorspelbaar is. Laten we even kijken nog naar een paar heroïsche beelden van gisteren. Toch ook een wedstrijd met vallen en opstaan. Hij deed dat knap, die val van Rowe. Nou, ik beloof je, die man heeft judo gedaan. Kijk eens even, zo hoor je te vallen. Huppakee, over je rechter schouder. Er is iets met die banden aan de hand. Kijk eens, hier gaat het nat. Hop, en Stennert. Komt daar net goed weg. Kort. Daar valt iemand achter in de achtergrond. Ja, dat is Cancellara. Ah. En Terpstra. Terpstra. En dan gaat Sagan. Sagan komt weg. Ja, nu is het echt gedaan. Van Marken gaat. Van Marken voluit nu. En Heyman verslikt zich. Ja, en wie heeft er nu baan? Van Marken gaat aan. Nee. Hoog in de baan, dan kan je tempo maken. Bonen onderin. Houdt de deur dicht. Heyman op kop. Heyman op kop. Heyman op kop. Bonen, Heyman! Onvoorstelbaar. Van Marken. Matthew Heyman. Wie had dat durven dromen? Onvoorstelbaar. Dat had niemand kunnen denken. Ja, onvoorstelbaar was het. Een aaneenschakeling van hoogtepunten. Die val van Cancellara. Dat sprongetje van Sagan eroverheen. Dat was ook stuntwerk. Dat was ook stuntwerk. Ja, dat was natuurlijk ook wel een klein beetje geluk. Want hij rijdt op een gegeven moment op zijn voorwiel over natte kasseien. Ja. Dan moet je echt geluk hebben dat je wiel niet wegglijdt. Maar ja, goed. Ja, we weten allemaal dat hij een stuntman is. Dus blijkbaar lukt het dan inderdaad. Ja, en dan Heyman als verrassende winnaar. Wat is er voor jongen eigenlijk? Het is echt heel, heel, heel grappig. Hij is echt super rustig, super aardig. Buiten de koers, zeg maar. Het is echt een hele vriendelijke jongen. Ook met andere dingen bezig dan alleen maar fietsen. Maar zodra hij in de koers is, dan is de knop om. Dan fiets ik wel eens naast hem en dan zeg ik, hey Matthew. En dan hoort of ziet hij gewoon helemaal niet. Kijkt hier niet eens aan en ik kan het nog net een goede dag van je vrienden moet je het hebben ja, op zo'n moment. Maar ja, goed, op een gegeven moment weet je dat ook wel. Nee. Hè? En een beetje stoïcijns. Dat is hij ook wel in het dagelijks leven. En dat laat hij hier gisteren ook wel heel duidelijk zien. Hij trekt zich van niks of niemand iets aan. En hij,
En dan komt hij over de finish. En dan pas na een paar minuten beseft hij volgens mij dat hij gewonnen heeft. Ja. Terwijl, ja, dat is wel echt schitterend om te zien. Maar zo, ja, zo kennen we Matthew wel een beetje. In de koers negeert hij je wel eens, maar meer omdat hij dan zo geconcentreerd is natuurlijk. Wanneer hebben jullie elkaar leren kennen? Oh ja, ik kwam hier in 2003 wonen, denk ik, hier in Lanaken dan. Ja, net over de en ja, toen hebben we elkaar leren kennen. Toen, ja, daar waren we altijd in een trainingsgroep en daar trainen we altijd mee. En dan zat Matthew erbij en ik. En zo is het eigenlijk altijd doorgegaan. Dus ja, ondertussen 13 jaar. Hij had vandaag, we zijn op bezoek geweest natuurlijk bij Heyman vandaag als winnaar van Parijs-Roubaix. Had vandaag een boodschap voor je? Ja, ik heb gehoord dat hij zwaar gevolgd was in Vlaanderen. En normaal is hij ook erbij in Roubaix. En ja, Bram is een sterke renner die op alle verschillende terreinen uit de voet kan. En een hele waardige rol heeft in de ploeg. Ja. Je bent zelf vanuit Australië gekomen. Je bent hier ook opgevangen. In hoeverre zijn andere renners dan belangrijk om je hier thuis te voelen, zeg maar? Ja, zeker. Je moet heel veel trainen. Dat is de lot van een wielrenner om de uren op de fiets. En als je hier in de buurt met andere renners mee kan gaan en ook een beetje van genieten van die uren door de Limburgse en de Belgische heuvel fietsen. Ja. Het is altijd mooi meegenomen. Ja. Dus, Jij mag vanavond, hij heeft het over thuis, jij mag bij hem weer op bezoek, hè, zometeen? Ja, dat is, Karsten die kwam meteen gisteren, Karsten Kroon al, nee, met we gaan een barbecue organiseren. maar dat had de buurt blijkbaar ook al georganiseerd, dus er wordt natuurlijk ook overal barbecues gehouden in de buurt, denk ik. Ja. Maar het is bij hem in de straat en dan gaan we even... En wat eten jullie dan? Dat kan niet met bakken mayonaise en saus of zo, of niet? Oh, dat zal er wel lukken. Gewoon een goede eiwitten, goed veel vlees. Ja. Maar, dit is wel een beetje een klikje, want er zijn zoveel oude renners en ook renners van nu die in die omgeving Lanaken, Rekum, Veldwezeld wonen. Ja, er zijn inmiddels ook alweer een aantal vertrokken en er komen weer nieuwe bij. Hè. Wilco Kelderman is bijvoorbeeld bijgekomen. Ja. En dus die samenstelling die wisselt wel een beetje, maar Matthew is nog de enige, zeg maar, met mij van de eerste generaties een beetje die hier zaten. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu wel eens, we hebben het er wel eens over gehad van, gaan we nog een jaar door? En toevallig dat ik het daar ook met je over heb gehad in Australië. En daar heeft hij dit jaar, heeft hij hier gisteren bewezen van, met 38-jarige leeftijd kun je gewoon nog een grote klassieker winnen. Ja, en jij bent 37. Ik ben 37. Dus jij moet minstens nog een jaar doorgaan. Precies. The best is yet to come hier. Ja, ik had het eigenlijk al een beetje besloten. En nu is het wel duidelijk, nu hoef ik niet meer na te denken. Ja, als je het hebt over die kliek die in rond Lanaken samenwoont. Ja, is dat vanwege het trainingsparcours hier in Zuid-Limburg, je snel in de heuvels bent? Waarom iedereen hier bij elkaar komt en klit? Ja, absoluut. Ja, ja, natuurlijk als je binnen Nederland kijkt. Heel veel Nederlanders willen toch graag een beetje de connectie houden met Nederland. En als je dan kijkt binnen Nederland, ja, dan zit je Zuid-Limburg, de Ardennen is gewoon een perfect trainingsgebied. En dat zoekt elkaar ook uiteindelijk natuurlijk een beetje op. Ja, als je binnen 10 kilometer van elkaar woont, dan is het makkelijk afspreken in het centrum. En dan kun je vertrekken. Ja. En soms... Ik bedoel, ik train soms ook wel eens alleen, maar we trainen ook heel vaak met 4, 5, 6 renners. En je zei zelf, op het moment dat mensen stoppen, gaan ze dan toch misschien wel terug naar de orde waar ze vandaan komen. Jij komt uit Haaksbergen, uit het oosten van het land. Heb je het gevoel dat je zegt, oké, ik moet ook weer terug als ik eenmaal die carrière beëindig? Of heb je het gevoel, na 20 jaar is dit je thuis geworden? Ja, ik zou niet meer terug hoeven naar Twente, maar ik heb natuurlijk ook een vrouw. En, die heeft ook wat te zeggen. Ja, die heeft ook wat te zeggen. En drie dochtertjes natuurlijk. Ja, maar die willen niet meer weg. Nee, daarom. Die zijn hier natuurlijk opgegroeid. Ja. En kan het goed zijn. Weet je, wat dat betreft is de toekomst nog open. Ja, ik weet niet eens of ik volgend jaar nog fiets. Dus vertel daar eens iets over, ja, want waar is dat van afhankelijk? Van de ploeg natuurlijk. Ja. Ja, daar is het groot deels van afhankelijk. Nou ja, je kunt altijd wel een ploeg vinden. Ook al stel nou, deze ploeg zou niet met je doorgaan. Het zal altijd wel een andere ploeg zijn die behoefte heeft aan ervaring en jouw ervaring. Zou je het zelf willen? Nee, op mijn leeftijd weet ik niet of ik nog naar een andere ploeg wil of moet gaan. Mm-hmm. Ik heb een hele vaste rol binnen deze ploeg. En ik voel me hier echt super op mijn gemak. En dan moet je weer volledig opnieuw in gaan werken in een andere ploeg, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En ja, daar heb ik ondertussen wel, daar ben ik ondertussen oud voor, denk ik. Dus maar goed. Je zei net namelijk, Heyman en ik hadden het erover gehad, van ja, misschien moeten we maar stoppen. Nou, hebben wij eens nu dat we dat vooral niet moeten doen nog. Precies, ja. Maar dat geldt dan ook voor jou. Ja, ja. Dus ja, het grappige is, ja goed, ik ben nu dan vorige week heel hard gevallen. En dan zit je echt weer even in een baalmoment. Ja. En dan denk je echt, oh, gaan we weer. En ik was in Australië al hard gevallen. En nu dan weer met die knie. En ja,
de eerste paar dagen kom je geen trap op of trap af. En dan denk je, heb ik hier nog zin in? Is dit me nog waard? Mm-hmm. Eigenlijk, en vorig jaar had ik ook best wel een beetje schrik in het peloton. Vorig jaar ben ik ook heel hard gevallen in Leuk Bastenaken Leuk, ook buiten bewustzijn geweest. En dan ga je toch anders rijden in zo'n peloton. En dan komt dit er nog eens overheen. En dan langzaam dan pak je, ja, dan na drie dagen, dan is dat een beetje van je afgeschud. En dan ga je toch weer nadenken. En denk je, oh, ik baalde er zo van dat ik Vlaanderen niet kon finishen. Ja. En met name ook Roubaix niet kon rijden, want dat is uiteindelijk gewoon de mooiste koers van het jaar. Mm-hmm. En dan zit je daar gisteren voor de tv en denk je, ja, ik ga toch nog een jaar door. ik wil daar nog een keer die baan op rijden. Maar wat je net zei, merk je wel dan hoe ouder je wordt, dat je die risico's in het peloton die er onmiskenbaar zijn, we hebben veel valpartijen ook gisteren weer gezien, zwaarder laat wegen. Dat je denkt van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Ja, absoluut. Ja, ja, kijk, als je heel jong bent, dan kijk je over die valpartijen heen. En dan kijk je naar wat je allemaal nog kunt gaan presteren. Mm-hmm. Als je eenmaal de 35 gepasseerd bent, dan heb je je beste waarschijnlijk al wel gehad. En dan ga je inderdaad meer, dan komen die risico's die komen naar boven. En die wegen dan zwaarder. En dan weegt je familiezwaarde en dan weegt je toekomstwaarde. Mm-hmm. En we hebben een aantal verschrikkelijke ongelukken meegemaakt binnen de wielrennen natuurlijk. Kijk, daar kun je uiteindelijk niet door laten leiden. Maar dat zit dan wel meer in je hoofd, ja. Ja, ik dacht, het is misschien een heel tuttige vraag, maar je begint er zelf over. Want je familie speelt dus wel degelijk een rol, je vrouw en je kinderen, als je in zo'n peloton, in zo'n gevaarlijke situatie belandt. Ja, zeker. Ja, absoluut. En ook daardoor handel je misschien soms ook anders in zo'n peloton, waardoor je dus andere beslissingen neemt, waardoor je dus verder van achter komt en waardoor je dus weer niet goed in die wedstrijd zit. En dat speelt echt een rol, ja. Maar ja, goed, nu, kijk, want nu kan ik een mooie verhaal houden. Maar gisteren bewijst dus Matthew dat het gewoon dus niet waar is, zeg maar. De winnaar heeft altijd gelijk. De winnaar heeft altijd gelijk, ja. Dus ja, het is gisteren echt zo. En dat maakt het ook zo mooi. En stiekem mag ik, als ik je zo beluister, toch wel concluderen dat waar je in het begin van het jaar nog zei, misschien is dit wel mijn laatste jaar. Als je naar tv zit te kijken, denk ik moet het nog een keer meemaken, Parijs-Roubaix. Dat zei Cancellara vorig jaar ook. Je bent er volgend jaar gewoon bij. Ja, nou gaan we daar vanuit. Tot slot, Amstel Gold Race komt eraan. Ja, zover, dat ga je niet redden komende zondag, want die knie is nog niet helemaal aan orde. Nee. Wanneer ga je wel rijden dan? Ja, ik hoop dat ik Bastenaken Leuk weer kan starten. Een week later? Ja, dat is een week later. Maar ja, goed, dat zou echt puur trainingskilometers zijn. En dan, want de hoogtepunt moet de Giro worden. Daar werk ik nu dan naartoe. Ja. Maar ja, goed, ik heb nog last van de knie, dus ja, je weet ook niet. Je kunt het behandelen, maar je hebt het niet in de hand of het ook daadwerkelijk heel snel geneest. Ja. Dus we zijn met behandeling bezig. Eerst sneller weer fietsen dan je dochtertjes. Ja. Dan gaan we weer aan koersen. Dan gaan we weer mee. Ja. Op wie moeten we letten zondag, tot slot dan? Ik denk, Sagan die rijdt niet, hè. Ik zou zeggen Rodriguez. Ja. Weer Valverde. Iemand gaat er niet voor. Die gaat voor de Giro, zei hij. Die gaat niet starten. Oh, gaat hij niet starten? Iemand uit jouw ploeg misschien? Ja, Robert Gezink. En Gezink? Ja, sowieso. En, en nu we toch in Lanaken bezig zijn, Paul Martens. En Duitser uit jouw ploeg, ook namens Lanaken. Precies. Ja, die doen het goed, die Lanakenaren. Ja. Nu wel, we kunnen het. Jullie kunnen het. Ja. Dank. En sowieso tot volgend jaar, want dan ben je er gewoon weer bij. Dat is afgesproken. Oké, dankjewel.